Iedereen heeft er wel een moment en velen schrijven ons. En Herman Burgers, die bij ons zit, schreef en schreef en schreef en schreef. We werden gek van hem. Want datgene wat hij wilde zien, hadden wij niet in beeld. De wedstrijd tussen PSV en Wageningen. Voetbalwedstrijd, zomaar een wedstrijd uit 1977. We hadden het niet meer, totdat hij zelf met het bandje opkwam. Wat was er nou zo speciaal? Goedenacht. Goedenavond. Waarom wilde u maar steeds die wedstrijd zien? Want u heeft ons geplaagd, hè? Ja, zeker weten, ja. Waarom? Ja, als supporter toe van Wageningen. Ik met mijn broertje ging er op de fiets met pa naar het Lexus 4, de pont over. En dan de berg oplopen. Ja, en als je dan ziet dat het nou eigenlijk... Ja, het is niks meer. Wageningen speelt geen betaald voetbal meer. Nee. De Wageningse berg is er nog wel. Ja. Het was KNVB-beker, hè? Het was een bekerwedstrijd. Weet u, ik moet er wel even iets bij zeggen. U heeft het bandje ergens vandaan getoverd. Het is geen grote kwaliteit meer. Nee. Maar omdat het zo mooi is, voor u en voor een heleboel mensen in Wageningen, denk ik dat het goed is om naar die beelden nog eens te gaan kijken. 1977. Vrij schop Wageningen. Fisch. Wat een goal! Een doelpunt van Kees van den Berg, de nummer 2. Braam. Stanley Bisch. Stanley Bisch kan doorgaan. De misser van Andy Brandt. Stanley Bisch heeft een prima kans op een goal. En hij scoort inderdaad. Van den Berg. Braam. Goed vrijgespeeld op links. Aardige trekbal. En ingekopt in 3-0. En opnieuw Stanley Bisch. Scherp voor. Daar komt de kans op de goal. Voor Wageningen. Hazelhekken en opnieuw was het achter bij PSV een zeef van zeer grote afmetingen. Braam, Mentink, Van den Berg. Daar is de voorzet. Ook hier weer een kans. Mentink gaat scoren. Ja! Ongelooflijk! Mentink 1-6. Nou ja, hier zwijgt elk commentaar. Zei Herman Kuiphoff in 1977. U heeft waarschijnlijk wel zitten luisteren naar die namen. Braam, Menting, Van den Berg. Maar er was er één die voor mij er toch wel uitsprong. Gerdo Hazelhekken, hier is die. Ook hij neemt weer een grote omweg. Hoi Gerdo. Hallo. Welkom. Ik zal meteen even zeggen waarom u in het overhemd loopt. Omdat u een jasje aan had dat het op televisie niet doet. Het is heel prachtig, maar dan ging het allemaal flikkeren, flakkeren. Zo was het. Die van jou was niet te groot namelijk. Dank u wel. Goed. Het was een hele bijzondere avond. Daar zijn we allemaal met elkaar eens. Ik mocht die wedstrijd doen. Theo Komen was ziek. Ik mocht de wedstrijd voor de radio verslaan. De eerste divisieclub Wageningen verslaat PSV in Eindhoven. PSV in een fantastisch jaar wordt uiteindelijk kampioen, wint de UEFA Cup. En Wageningen speelt eerste divisie. Een onvergetelijke avond, Gerdo. Dat was het zeker, ja. Wij gingen eigenlijk zonder enige hoop, dat kan ik nu wel zeggen. Reisden wij af. Het was de tweede reis in die week naar het zuiden. Want die zondag ervoor hadden wij van Helmond Sport, dat stond nog ergens ver beneden. En daar hadden we kansloos van verloren. En Frans Curver, onze toenmalige trainer, dat was nog niet genoemd. Ja. Jullie ook wel bekend wellicht. Ja, absoluut. Die had ons toch wel op zijn bekende wijze geïnstrueerd. En we waren echt ontzettend gemotiveerd die avond. Het voorlicht. En er stond onlangs in de krant ook een stukje over bij ons in de regio. Jullie is dat. Ja. Bij ons in de regio. Jij had iets geflikt met noppen. Ja, je had goed geïnformeerd. Ja, wat dacht je? Want je had het, We hadden in de tijd van die rugbynoppen, die eigenlijk niet mochten. Nee. Maar waar je zo lekker door die toplaag mee kon, zodat je goede grip had. Nou, al dus gebeurde. En de jongens van PSV toch wat zuinig op hun in de tijd ook al dure beentjes.
Die durfde geen sliding aan te gaan. Of maar dan wilden ze niet. Hadden geen dure benen? Wij hadden een natuurlijk dure benen, Mart. Maar wij durfden dat op die avond wel, omdat we alleen maar te winnen hadden. Ja, lange pinnen, 17, 18, zoiets. Heel goed voor enkels. Een beetje afgeveild nog her en der. Ja, er waren wat die voor de wedstrijd die lopen wat bijveld. Mentink zonder gebit liep hij in. Ja, ja. Het was een bijzondere avond. Het was een bijzonder elftal. Ik vergeet het ook nooit, want ik deed toen tussen het radioverslag. En Jaap Hofman was toen de regisseur. En die riep op een gegeven moment heel beschaafd, want ik deed het nog niet zo lang. En die riep toen in mijn oor, Jack, ik zei ja. Hij zei, weet je zeker dat die groene, dat het Wageningen is? Ja. Maar het had 1-12 ook kunnen zijn. Ja, dat klopt. We zagen net een paar beelden hoe makkelijk het eigenlijk ging om toen in elk geval die avond door de verdediging heen te lopen. En inderdaad, het had inderdaad wel 9-10-11 kunnen zijn. Meneer Burgers, is dat the finest moment of Wageningen, om het zomaar eens in het goed Nederlands te zeggen. Ja, zeker weten. Ja? Ja. Zijn er nooit meer grotere hoogtepunten geweest die u zich kunt herinneren? Nee, dat geloof ik niet. PSV met 6-1 op de billen geven, dat bij wijze van spreken, daar kunt u een leven lang op teren. Ja, zeker weten. Echt? Ja. Nou, er blijkt ook dat er zijn een paar enthousiaste mensen die zijn dus bezig om Wageningen weer op poten te krijgen. Lukt dat ooit nog, Gerdon? Het zal heel erg moeilijk zijn. Waar je moet beginnen is natuurlijk of je de licentie terug kunt krijgen. En dan is er nog iets van schulden te saneren. Veel? Ik denk langzamerhand met rente over rente. Ik denk 1 miljoen, zoiets. Zoiets, schat ik. En dan zou dus de gemeente Wageningen het stadion weer beschikbaar moeten stellen. Maar meneer Burgers, dat ziet u heel graag gebeuren. Ik zou dat graag. Die fantastische mooie plaats daar op die berg. Nou zou ik mijn zoon dan mee willen nemen straks naar Wageningen. Wordt daar nog een voetbal, toen een amateurclub op dat terrein? Of groeit er alleen maar onkruid? Het ligt er beter bij dan ooit. Ja? En af en toe worden er nog vriendschappelijke wedstrijden georganiseerd. En we rijden er wel eens langs en dan zeg ik... Dat kun je wel zeggen. Ja, want hardlopend ga je er niet meer langs, hè? Nee, dat klopt. Maar je ziet er wel buitengewoon fit uit over. Dank je, ja. Ja, want Rudy Koopmans die riep net over allerlei blessures. Maar jij hebt ook toch nog wel wat naweeën van je profcarrière. Ja, heel actueel is dat een paar weken geleden de foto's uitwezen dat het heupgewricht niet meer dat was zoals het zou moeten zijn. En is dat aanwijsbaar van voetbal? Ja, er wordt dus gezegd dat een groot percentage van dit soort klachten bij ex-voetballers ligt. Ja, ik hoorde, vroeg je niet aan jou of je wel eens op de hoge nop had gespeeld? Dat zou dus best kunnen, ja. Want je staat toch vast, je draait en er komt overal wat frictie op natuurlijk. Hoe lang heb je trouwens betaald voetbal gespeeld? Van 69 tot 82, Mart. Dat is een end. Bij wie allemaal? Dat is een heel end. Begonnen als amateur bij Ede. Toen in 69 naar NEC gegaan, na een jaar weggegaan naar FC Wageningen. 3 jaar bij Wageningen gespeeld, daarna 3 jaar naar de Graafschap. 4 jaar Wageningen en daarna weer naar Go Ahead Eagles gegaan. Nooit uit het oosten weg dus? Nee. Zit je zo vast aan Gelderland? Ja, het lijkt erop. Het lijkt erop. Ja. Maar we wonen in een schitterende omgeving. En er waren in de tijd wel kansen om naar het westen te gaan. Grote club? Feyenoord, Sparta in de tijd was toch een subtopper. Ja. Met Kees Rijvers in de tijd FC Twente en later PSV hebben we nog contact gehad. Maar het is allemaal niet geresulteerd in. Want je bent en blijft, en dat denk ik dat iedere voetballiefhebber dat weet in dit land, Gerdo Hazelhekker, Wageningen. Dat zeg je dan direct achter. Ja, ja, waarom? Ja. Ja. Nou, ik heb daar 7 jaar uiteindelijk gespeeld en vrij veel doelpunten gemaakt. Ja. Over de 140, dacht ik zo, heeft iemand eens uitgerekend. En dat is best opmerkelijk voor een club als Wageningen. Wat doe je tegenwoordig? Wij verzorgen relatiegeschenken, Jack, en promotietextiel. En dat bedrukken wij ook. En dat is leuk werk. Je bent niet meer actief in de sport? Voetballen dus inmiddels ook niet meer. Maar ook nooit in coaching of wat dan ook. Je hebt een voorbeeld gezien hoe broos dat allemaal kan zijn. Ja. Goed, over broos gesproken. Stel nou, ze gaan in Wageningen de schouders onder zo'n voorstel zetten zoals u zo graag zou willen zien. U geniet al bij het idee, zie ik aan uw gezicht. Mm-hmm.
En ze komen bij jou. Ze zeggen van, wil je meedoen? Ik weet wat je wil gaan vragen. Ja, maar wil je meedoen? Ik bedoel, je hebt expertise. Ja. Je kan je in het zakenleven kan je makkelijk mengen. Ja, het is zo dat we best met een klein groepje op dit moment, wat ik dus net al zei, aan het onderzoeken zijn. Wanneer de gelegenheid zich dan in die richting ook voordoet, qua licentie bijvoorbeeld, dan zijn we bereid om met een aantal mensen de schouders onder te zetten. Ja, zou leuk zijn. Eén seizoenkaart is al afgenomen dan? Ja, met nee, voor de rest van beleven met de zon natuurlijk. Dan een leuke plek op de tribune. Echt waar? Altijd Wageningen-fan? Voor eeuwig? Ja. Ze bestaan nog. Ja, leuk. En goed dat u zo nog heeft doorgezet. Want dat gaf ons in ieder geval weer de gelegenheid om deze unieke beelden terug te zien. En weer terug te gaan in de geschiedenis. Het is een mooi moment. Ja. Ja. We bedanken u. En we bedanken Gerdo natuurlijk ook voor zijn aanwezigheid. We bedanken natuurlijk ook de jonge sporters en de begeleiding hier in de studio aanwezig. En wensen dat ze een hele goede sportieve, maar ook maatschappelijke, we hebben het vanavond kunnen horen, goede carrière krijgen. En we bedanken u thuis ook. Nou ja, dan bedank ik jou ook een keer, Mart. Dank je wel. Het is wel eens tijd. Om 21:15 kunt u kijken naar de volgende uitzending van de NOS. En om 11:00 voor de voetbalfans PSV vanavond op oefening tegen Harelbeke. En een wedstrijd die misschien wel een voorloper is van het wereldkampioenschap voetbal. In Saint-Denis speelden Frankrijk en Spanje tegen elkaar. Dat kunt u om 11:00 zien. Dat was het. Leuk dat u er allemaal was. En jullie heel